Beste vrienden, de opdracht van vandaag is duivels eenvoudig. Vul 48 minuten over de belangrijkste bijzaak in de wereld, het WK voetbal. Jullie zijn met 5 om de opdracht tot een goed einde te brengen, maar dat zijn wel wat moeilijkheden. We zijn te arm om beelden te laten zien. Dat is jammer. Voetbalkennis is onbestaande, 2 reclameonderbrekingen en het zal in het Mechels of in het Luiwes zijn. Veel succes, beste vrienden, en welkom bij Mid-Mid Mondiaal. Spanje speelt, hè? Ja, maar het is in Duitsland. Het is mij. Een lange reis. Zo buiten adem. Ja, maar je hebt maar minder sigaretten roken. Ik heb de zin niet zo te drinken. Je zou het niet meer. Ik hoop niet dat het vrij drinkbaar is. We hebben er 17 dagen op moeten wachten, maar we hebben een professionele intro gekregen. Welkom, Gilles de Koster. Dank u. Dat is maar wat je professioneel noemt. Ik vond professioneel gezegd wel wat bleek uit. Maar... Ja, maar dat komt door uw belichting, denk ik. Denk het ook, want je bent net terug van de opnames van de Mol in Amerika en je ziet er wel bruin uit. Ja, ik heb een maand zon gehad, dus in principe zou ik er niet al te bleek mogen uitzien. Maar ik kan er altijd veel slechter uitzien dan ik zou mogen. Dat is een uniek talent dat ik bezit. Oké, hoe was het daar? Goed. Ja? Goed. In een jetlag nu? Nu is het stilletjes aan voorbij. Ja, want we zijn nog niet zo heel lang terug. Dus ik ben nog zo heel moe. En eigenlijk nog maar zo half aan het instappen in het WK. Wat heel maf is, want de achtste finales zijn gespeeld. Maar het was goed. Het gaat een heel goede reeks worden. En ik kan eigenlijk niet wachten dat ze begint. Maar ik moet nog wachten, want het is nog wel een paar maanden. Zijt je van Mol moeten wisselen? Nee. Dus dat kunnen we krijgen wel als primeur. Ja, goed, dat zou nogal triestig zijn mocht dat elke keer gebeuren natuurlijk. Hè. Dat is hopelijk 1 keer gebeurd als een uitzondering waar we op hebben gereageerd, hoe dat we moesten reageren. Maar in principe is dit een spel waar je met een mol begint en daar ga je mee tot op het einde. Hè. En armbreuken? Ik ga de rest niks vertellen. Niks? Nee. Shit. Nee. Ik ben nog in één stuk, buiten wat slaaptekort, ben ik in één stuk teruggekomen. Dus, zitten er tips over de mol in deze aflevering, Michel? Wie weet, Filip. Wie weet. In die intro dan al. Shit. Wie weet, Sam. Wie weet. Ik vind dat wel straf. De enige niet-kijker van de mol zit hier zwaar te vissen naar van alles en nog wat. Ja, maar hij ging dit jaar niet kijken. Filip, zeg jij van de mol? Zeker wel. Ja? Ja, absoluut, ja. Oké, kijk je alles? Ja, en ik probeer dat in uitgesteld relatie. Want het is dikwijls dat ik op een wedstrijd zit zondagavond. Dus ik probeer dan geen nieuwswebsites, Twitter even af te sluiten. En dat dan als ik thuis kom, s'avonds te kijken. Ja. Een gekend probleem. Absoluut. Zeker voor voetbaldieren zoals jij. Hè, dat is, die gaan vaak kijken naar Anderlecht op zondagavond, wat doorgaans een triestig affaire is. Maar dan, dan mis je de mol. Ja. Voilà, maar je kunt altijd in uitgesteld relais kijken. Dat kan, hè, Sam. Voilà. Dat is niet verboden. Ik ga dat zeker doen deze keer. Ik heb het beloofd nu. Hè, dus kijk, hoor, ja, ik hoop het. Filip, doe je nog altijd mee met Evert? Kijkt u nog elke wedstrijd? Nee, ik heb er... Ik deed eigenlijk al niet meer mee met Evert. Ik heb eerlijkheid zelf in de groepsfase toch ook wel eens hier en daar een wedstrijd gerateerd. Zwakkeling. Ja, kijk. Nee. Dus ik heb zeker niet, alles gezien. Oké, Gilles, je zei het al kort, maar hoe moeilijk is het WK volgen in Amerika? Heel moeilijk. Ja, heel moeilijk. Je zit vol in het seizoen van NFL en van collegevoetbal. En dat is daar vele honderden keren groter dan internationaal voetbal. Dus ik heb op Dulles Airport in Washington heb ik sowieso wel een paar Amerikanen zitten zien kijken naar Amerika-Engeland. Maar dat was het. Dus wij, voor de eerste wedstrijd van de Belgen, hebben dat op een computerschermpje moeten kijken in een of andere roadside diner. Het zaten daar geen televisies, geen interesse in voetbal. Wel heel vettige hamburgers, dat hadden ze wel. En emmers cola, maar dus voetbal nul. Echt nul. En binnen 4 jaar is het daar te doen. Hè. Dus dat blijft toch een marginaal gegeven. Ik denk dat het veel te maken heeft met het feit dat het in november zit en dat er het aanbod aan sport is gigantisch. Daar en voetbal is en blijft heel klein. Maar dus ook als Amerika speelde, zag je een verschil wel? Heel weinig. Heel weinig. Ook onze fixers waren er eigenlijk niet echt mee bezig. Die hebben wat meegekeken naar België-Canada uit vriendschap voor ons, denk ik.
Maar dan begonnen hun ogen ook te bloeien van België-Canada. En dan zijn ze ermee gestopt. Ze hebben gewoon maar gaan opnemen, want dat was interessanter om dan ons werk te doen dan naar die wedstrijd te blijven kijken. Maar Gilles kan ons ook in het ootje aan het nemen zijn. Hè? Nee. Naar wat ik begrepen heb, is er een mol gespot in de kleedkamer van de Rode Duivels in Qatar. Dus hij is helemaal niet naar Amerika geweest, denk ik. Ze hebben het opgenomen in Qatar. Vandaag, hij weet veel. Hè? Ja. Als je het over dingetjes praat van boe, hij wist echt superveel. Maar ik heb geprobeerd mijn achterstand weg te werken. Want ik vind de WK fantastisch. Ik vind dit WK niet noodzakelijk fantastisch. Door 100.000 dingen. Maar ik vond het heel jammer dat ik daar de eerste 10 dagen grotendeels heb moeten missen. Jij zei in Amerika, maar ik was deze week zelfs in Nederland, waar dat ook buitenland is, hè, waar dat voetbal normaal gezien heel hard leeft. Op het moment dat de match tegen Amerika werd gespeeld, en normaal gezien als Nederland groot toernooi speelt, oranje vlaggetjes overal buiten en zo, echt niks. Als je niet zou weten dat het dat WK is... Echt? Ja. Nederland ook? Ja, het was wel net over de grens, het was Bergen-op-Zoom. Maar toch? Daar is het WK al een paar dagen gedaan. Vier jaar geleden zijn we samen in Kazan geweest, denk ik. Ik ben toen 2 keer naar Rusland gegaan, omdat ik daar de mogelijkheid toe kreeg. Ja, direct. Ik ging direct. Ik wou dat niet missen. En nu hebben we erover nagedacht. We zien hier een foto. Dat is net voor de kwartfinale. Je had gewoon, hoe zeg je dat, floor seat. Ja, echt. Ik werd geïnterviewd door de VRT, dus dat is langs de lijn bij Ruben van Gucht. En dan stond ik daar. Ja, ik had heel de Taliban kunnen meepakken bij huis aan spreken, want het is niet dat je daar gefouilleerd werd toen. Ik vond dat heel raar. Maar dus dit jaar hebben we... Ja, nee, dat viel eigenlijk... toch zo door metaaldetector? Ja, jij wel. In dat stadion. Ik mocht echt over die grens klimmen. Nee, ik mocht over de reclameboardings klimmen, terwijl Rode Duivels aan het opwarmen waren, daar, en dan 50 meter verder staan Neymar en zo, en toch mocht je er zo gewoon overklimmen om dat interviewtje te gaan doen. Dat is heel maf. Maar dus dit jaar hebben we daar weer over nagedacht met een bendetje. Maar je voelt het niet. Plus, we zouden ook in Kuwait, denk ik, moeten slapen en dan zo, of in Dubai, sorry, en dan overvliegen voor een match. En dat is zo decadent dat je denkt, ja, laat het. Wart je eigenlijk in Brazilië, 2014? Nee, toen zat ik in Maleisië. Aan de andere kant van de wereld. Anders was ik sowieso mee geweest met de gekke Robin Pront en Erik van Looij vlucht. Ja, tuurlijk zou je dat gedaan hebben. Dat zal wel. Dat was het leukste, denk ik. Ja. Evert, zou jij een goede mol zijn? Was dat het leukste? Ja, dat was het leukste. Oké. Okay. Dag Kazan. Nee, tuurlijk. Match individueel gezien wel. Garme. Hele trip. Ja, dat snap ik wel. Voilà. Ik ken een goede mol. Zou jij een goede mol zijn, Evert? Nee. Zo, ik denk dat ik mezelf veel trap zou prijsgeven. Dat is een vrij vervelende eigenschap. Ik zou mezelf ook zo, als ik dan iets probeer te saboteren, ik zou dat zelf te funny vinden en daar zelf te hard mee liggen lachen of uitpakken of zo op een of andere manier, dat ik mezelf direct zou verraden. Nee, ik zou geen goede mol zijn, maar ik zou dolgraag wel eens willen meedoen. Maar je haar is trouwens geknipt. Dat zegt. Ja, wil je het laten zien? Mijn vrouw je ziet dat echt niet meer. Mijn vrouw is speciaal op bezoek gekomen. De CR7 is weg. Toch met de tondeuze iets korter te maken. Dus het is bijna weg. Dus heel de zetel hangt hier vol haar. De CR7 is er bijna. Maar tijdperk CR7 heeft vanavond toch ook een flinke knauw gekregen. Hè? Het is voorbij. Het is voorbij, Gilles. Voorbij. Zijn jij al bekomen van de beelden die Dennis gisteren heeft bovengehaald? Ah, dat was echt een rotte streek. Ja, maar ik had niet anders verwacht van een basketballiefhebber. Maar... Ik heb heel goed nieuws dat Dennis nog niet weet, want ik ben zelf in het archief gedoken. Ik ben ook eens gaan snuisteren. Dat betekent dat de ploeg hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen zal verhuizen en dat de Supersonics dus terugkomen. Goed nieuws voor de basketbalfans in Seattle, want sinds de verhuis van hun geliefde Supersonics naar Oklahoma City in 2008 zitten zij zonder club. Het is nu enkel nog wachten op de goedkeuring van de eigenaars van de andere NBA-clubs, maar dat is slechts een formaliteit. Maar wat een mooie tweeklanken, ja, Dennis. Ja, op zich wel niet slecht. Ja, vreselijk. Maar man, ik heb wel één vraag. Waart je daar nog maagd? Ja. Ah, wel. Wow, was dat vreemd genoeg al 10 jaar niet meer. Je bent er 22 of ik zo. Was er zeven, ik was daar dus al 6, 27. Hè? We zijn hier een verkeerde afslag ontnemen. Welkom trouwens, Dennis. Dag Sam. Heb je al iets voor ons? Wij hadden dit prachtige beeld blijkbaar. Dat is al een pareltje dat ik jullie niet kan ontnemen. Wij hadden een weddenschap ook. Hè? Klopt. Ja, het was een toffe weddenschap. Ik weet niet of we nog eens moeten terug bovenhalen wat dat precies was. Zwitserland wint. Come on! Zwitserland wint. Ik denk het ook. Nee. Ik zeg ook Zwitserland over Portugal. Oké. Okay. Ik hoop dat ook. Naar Jannik Carrasco? Nee.
Deal, we hebben hem. Kijk, jij weet intussen dat als ik een deal sluit met jou, dat ik die niet uit de weg ga. Ik heb de letter S van Sam bijvoorbeeld op mijn voet getatoeëerd door een weddenschap die we hebben gesloten. Ik heb mijn voet vooruit. Dus ja, het voordeel is, ja, ik heb heel dunne wenkbrauwen, heel lichte wenkbrauwen, dus je ziet het niet echt goed. Maar het kapje is er wel effectief ingezet. Ja, kom op. Die, maar, die telt niet. De afspraak was... Dat is zelfs een baby scheren. Maar wat je er niet bij vertelt, is dat je er net ervoor je wenkbrauwen aan het blonderen was. Dat is een beetje jammer. Kelsey de Schminkster heeft ze het donkerder gemaakt nu, zodat ze toch zichtbaar zou zijn. Maar we zien helemaal niks. Ja, Evert, kijk, de deal was, laat het erin scheren. Dat heb ik gedaan. Meer kan ik ook niet doen. Hè. Ik kan er niet aan doen dat jij slechtere weddenschappen sluit met Sam. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Beter nadenken, jongens. Beter nadenken. Ja, Mark zei gisteren tegen mij, het zou wel goed zijn als jij is verliefd voor je sympathiekheid. Of hoe zegt ze dat? Sympathie. Sympathie. Dus, ja. Dus... Lijkt mij beter woord. Maar wij vinden het nog altijd ook. Ja. Of zoals Dennis zou zeggen, sympathiekheid. Dus, we gaan het even over voetbal hebben. Huh? Portugal won met 6-1. We hadden allemaal een beter Zwitserland verwacht. Ja. Toch? Zeker, Dennis. Nee, maar ja, je hebt wel als winnaar geprognosticeerd. Ja. Echt. Toch echt wel teleurstellend. Ja, maar de vraag is natuurlijk, heeft Zwitserland slecht gepresteerd of was Portugal gewoon uitzonderlijk goed? Ja, allebei zeker. Ja, jij bent een analist, hè? Portugal was echt goed. Voilà, denk ik. Portugal was echt goed. Ik denk dat Zwitserland een heel compleet ploeg, een redelijk complete ploeg is, maar Portugal kan echt alles. En ik denk dat ze vandaag de keuze hebben gemaakt dat er misschien... vers kan brengen wat ze konden bereiken. Je bedoelt Cristiano Ronaldo die op de bank begon. Ja, effectief. Heel veel mensen dat er veel meer van afkennen dan wij. Nog meer. Spreek voor jezelf. Nog meer van weten dan wij. Portugal is echt gewoon nog beter geworden nu. Maar ergens is het leuk om te zien voor Ronaldo, maar tegelijk misschien ook frustrerend om te zien dat de ploeg heel bevrijdend aan het voetballen was vandaag. Hij gaat het alleen leuk vinden als Portugal wereldkampioen wordt. En als ik kan zeggen van... Ik ben wereldkampioen geworden met Portugal. Ja. De aandacht was wel voor Ronaldo. Hè. Als je die foto hebt gezien van al die fotografen die daar klaar stonden voor het volkslied. Ik denk dat de twee linkse rijen die kijken naar het veld en alle andere rijen die staan naar de bank gericht. Dus ja, maar, dat zegt wel alles. Nee, maar dat is echt... Voor Ronaldo is dat al een geslaagde avond. Hè, want hij heeft toch alle aan... Maar het is zo, hè. Hij is wel nog altijd meer sportman dan... Maar ergens is hij een teamspeler ook, toch? Dus hij zal toch ergens ook wel blij zijn met het feit dat Portugal zo goed kan voetballen, ook zonder hem. Ah ja, dat is nog wereldkampioen. Dit geeft hem een kans extra om nog eens te shinen in een kwartfinale. Voilà. Laat ons dat niet vergeten. Hè. Je bekert verder, dat is goed nieuws voor hem. Hè. Het onwaarschijnlijke aan dit Portugal is, ja, ze brengen daar dus een jonge spits van Benfica. Ja, die gast is direct man van de wedstrijd. Die kan alles. Ramos. Die maakt een wereldgoal meteen. Die doet nog een leuke chip. Die deed acties. Eerste paal, tweede paal. Ah ja, zeer, zeer indrukwekkend. Van waar komen die allemaal? Waar zijn die van ons? Hat-trick. Met rugnummer 26, hè, dat is het hoogste rugnummer dat je kan hebben op dat WK. Dat zegt ook wel iets over de pickorde, hoor. Ja, want iedereen had Leao verwacht. Ja? Komt die gisteren. En we hadden het er ook nog over dat Portugal dat toch een beetje heeft. Alleen een beetje veel zo. Mannen van Benfica, Porto, Sporting Club, dat er... Echt elk jaar zoveel van die talenten van een mentor, dat is onwaarschijnlijk. Hij komt van de Kevin De Bruyne, hij komt van de KDB Cup. Klopt. Ja. Daar heeft hij zijn internationaal debuut blijkbaar gemaakt in 2016. Dus. Het is de middenste, hè? Het is de middenste, ja. Die twee anderen zullen er wel bij zijn vandaag, zeker. De kalende man op de achtergrond. Hij maakt trouwens zijn debuut pas in de vriendschappelijke wedstrijd net voor dit WK. Ja. Ja, ja, is goed, hè. Dat is de Andries Noppert van... van Portugal. Hè. Maar ik stel me wel de vraag, moet je nu Portugal als een soort schaduwfavoriet gaan zien dat Spanje was tot vanavond? Of was Zwitserland gewoon niet thuis? Portugal heeft veel meer wapens, vind ik, dan Spanje. Ik vind dat Portugal toch wel altijd bij de absolute favorieten hoort. Als je vandaag ziet, ook weer Cancelo zat ook op de bank. Palinha die valt nog altijd niet in. Die krijgt bijna geen minuten. Ik vind dat een waanzinnig goede speler. Vandaag zat ook weer Neves op de bank. Gewoon heel die bank van Portugal. Heel die bank. Ja, eens lezen, dat dan moet je ze normaal. Maar dan moeten we ze na vandaag op de lijn zetten met Frankrijk-Brazilië, toch? Ja, zitten ook in de kwart. Ja, zitten ook in qua talent. Als je dan nog op de bank hebt. Vind ook. En ze hebben iets. Ze hebben echt, wat Spanje misschien mist, zo die littleheid, iets kunnen afmaken, iets kunnen dooddoen op die manier. Diepgang, iets wat Spanje
ook totaal niet heeft. Kijk, ik hoop het, hè, want ik vind Frankrijk en Brazilië, dat zijn twee prachtige ploegen, maar daar ziet weinig verrassends aan natuurlijk. Hè. Die verwachten iedereen voor het toernooi, die staan daar ook. Dus ik zou het wel cool vinden mocht zo'n iets kleinere natie, die eigenlijk niet bij de schaduwfavorieten is ingedeeld. Dat leek mij voor het EK 2021 meer het geval te zijn dan nu voor dit WK. Dat ik ze las als. Ja, maar als je outsiders. Bernardo Silva en Bruno Fernandes op je middenveld kan zetten met dan de voorlijn die ze hebben. João Félix ontbolstert hier helemaal wat hij bij Atletico Madrid niet kan. Ja, het is gewoon genieten. En of ik niet vond, mag. Die Ramos staat er toch niet meer uit nu? Nee, natuurlijk. Nee. Dat kunnen we niet doen. De goal van goals dit WK. Ja. Maar ze komen nu wel tegenover een ploeg die geen doelpunten slikt. Daar gaat ooit een einde aan moeten komen, maar Marokko die pakken geen golen. Hè. En als ze er een pakken, maken ze hem zelf hè, tegen Canada. Dus dat wil ik nog wel eens zien, of dat je daar niet terug Ronaldo gaat zetten. Zelfs vandaag heeft Portugal bewezen dat ze meer wapens hebben dan Spanje, want ze smijten gewoon een hele goede corner dat pak in en dan is er zo'n Pepe die een goal maakt. En bij Spanje moet dat allemaal met dat getik en dat gebrei en dat speelde in de kaart van Marokko, maar Portugal heeft toch meer wapens. Of individuele actie ook. Afstandsschoten. Daar heeft Portugal denk ik inderdaad ook veel meer wapens dan Spanje. En die openingsgoal, dat is eigenlijk geen kans, hè? Nee, ik vind dat wel slecht verdedigd. Waarschijnlijk iets te veel ruimte, maar niemand verwacht. Want nee, maar dat is de enige ook van waaruit ik kan shotten. Je moet op zijn minst proberen, vind ik al mee. In dit geval denk ik rechtervoet. Maar die gast is rechtsvoetig, zei Evert daar straks. Dus ik kan me wel inbeelden dat die verdediger ook denkt van dat zou nu toch al moeten lukken, dat hem daar binnen jast. Die discussie bij die goal hadden we van... Is het geen afspraak tussen Cher en de keeper dat hij de verre hoek afblokt? Dat kan ook nog. Hij trapt hem zo fenomenaal binnen dat hij niet te stoppen is. Je zag dat gezicht van Sommer ook, hè? Uw basisdebuut op WK en daar gewoon zo durven trappen. Maar je hebt zo van die gasten dat ze echt niet bijna... Zo'n Noppert werd er ook over. Noppert is ook zo'n gast. Of dat hij nu volgende week tegen Pek Zwolle speelt of die speelt vrijdag tegen Messi. Ik denk niet dat het de mens veel kan schelen of dat hij uit zijn concentratie gaat geraken. Ja. Quizvraagje voor Evert. Oei. Of voor jullie allemaal. Hij scoort een hattrick in zijn debuut. Dat is de eerste keer op een WK sinds wie? Poeh. Wie heeft nog een hattrick gescoord in zijn debuut? Wie was de laatste? Jullie gaan het zeker weten. Als... Ja, krijgen we een jaar? Het jaar 2002. Oh ja. 2002. Heeft veel gescoord op een WK. Klose. Ja. Sterk, Filip, jongen. Ja, we zijn het samen. Sterk. Tomme. Ook een heel mooie goal trouwens van die Leao. Oh. Maar wat? Wauw. Ja. Dat team moet start... hem wel hebben, hè. Zee, keeper doet niet meer mee. Gewoon, dat ja, nee, maar het is heel centraal en het is niet net onder de lat. Hè. Nee. Dus... Maar wat een atleet is ja, dat. Ja, wel, ik ben mega fan hè, van Leao en ik vind dat je die ook altijd moet laten starten. Maar weet ik ervan. Ja, inderdaad, die kunnen dat van hun bank laten komen. Dat is ongelooflijk. Ja. Ik vond de goal van Guerreiro... we hebben nu al alle goals benoemd eigenlijk, maar die van Guerreiro toont de weelde die ze hebben. Want ook in de aanloop van die goal stond hij mee in de spits. Dus die doet een loopactie naar binnen als linksachter. Dan doet hij weer een loopactie naar buiten. Daardoor komt hij vrij. Die maakt dat geweldig af. En dan pas besefte ik, dat is de linksachter. Ja. Ah ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, die Fernando Santos, je moet hem het maar geven. Hij heeft het eigenlijk bij clubs nooit echt waargemaakt. Maar de aanvallende patronen van Portugal staan er. Net zoals bij Brazilië, net zoals bij Frankrijk. En de andere landen hebben die niet. Maar ik heb dat nu wel bij Portugal niet altijd gehad. Ik heb dikwijls zo het gevoel gehad, zo een beetje, dat is het Uruguay van Europa. Ja, en zie vorig jaar tegen de Duivels. Ja, dat gevoel had je toch ook altijd? Ja, inderdaad. Ja, waar Palinha de Bruin door midden trapt. En dat hij zich veel meer laten verleiden tot het stampen en het trekken en het antivoetbal. Ja. En dat hij vergeten hoe dat die eigenlijk kunnen voetballen. Dat soms wel. En welke toernooihelft zitten ze nu? Bij Engeland-Frankrijk? Ja. Ja, dat is wel, dat belooft wel, hè. See, en eerst Marokko, hè, want dat wordt ook wel... Ja. Maar daar ga ik nu wel vanuit dat gaat lukken. Ja, ik dacht dat van Spanje. Je hebt al kort benoemd, Chil, maar is het einde van CR7 ingezet? Dat is al vandaag is ook ingezet. Definitieve einde misschien op topniveau? Ja, ik denk dat dat wel... Vandaag is ook de wereld ingestuurd en naar Saudi-Arabië zou gaan. Ja, ik denk wel... 100 miljoen per jaar wel. Dat hij gaat nog... Dat snap ik ook niet. Je hebt al zoveel geld verdiend... Je kunt zo in één jaar nog eens verdienen wat je in vier jaar doet. Sam die krijgt zijn geld toch nooit van zijn leven nog op. Allee, ik ga niet... Dat is voor de volgende generaties direct, hè. Ja. Allee, die is een achter, 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 kleinkind gaat ook nooit nog moeten werken.
Dus doet dan iets, ja, niet naar Saudi-Arabië. Ja, dat, allee, dat is zijn eigen keuze. Ja, dat is waar. Ja. Ik zou iets leuks doen. Met zijn staat van dienst, ja, dat hem doet wat hem zin in heeft. Ja, dat is waar. Misschien vind je Saudi-Arabië wel leuk. Ja, dat kan. Ja, nou? Ja, voilà. De kans is klein. De kans is klein. Ja. Ja. Maar ik weet niet of dat het einde van tijd... Ik weet dat eigenlijk echt niet. Want dat is wel, het is wel de talisman dat blijft. En je ziet dat met die foto, al die fotografen, alles gaat naar hem. En als hem er nog een maakt in de extra tijd tegen Marokko... Allee, dat maar ja, kan die gaat altijd. Nooit, ja, maar die gast is uitzonderlijk. Bij, ja, tuurlijk is hij uitzonderlijk. Maar gaat hij er kunnen bij zijn en zeggen van Cristiano, we gaan u gebruiken, maar misschien tussen minuut 85 en 90. Als hij mag invallen en zo'n applaus krijgt zoals vandaag, ja, dat denk ik dan wel. Denk ik wel. Want dat was fantastisch. Publiek gehoord, man. Dat was ongelooflijk. Dat was en je zag hoe hard hij ervan genoot. Ja, ja. Maar natuurlijk geniet hij ervan. Maar omdat elke keer... Bij Man United heeft hij ook een paar keer op de bank gezeten. Al veel, hè. Dat vond hij ook niet zo veel. Ja, maar ik denk dat nog dan stapt hij naar een douche. Hè? Ja, de laatste keer dat Portugal een wedstrijd in de knock-outfase van een groot toernooi heeft gespeeld zonder Cristiano Ronaldo in de basis was de halve finale van Euro 2000. Huh, echt? Ja. Tegen Frankrijk. Waren die 2002 niet door dan? 2002 waren ze niet door dan. Was die... Nee. Maar jongen, ongelooflijk. Zo lang is dat geleden. Nee, maar waar speelde Wesley Sneijder zo in zijn laatste dagen? Was dat ook Saudi-Arabië? Qatar. Ah, Qatar. Want als je die omstandigheden zag waar dat je speelde... Like Cristiano, dat kan toch niet dat je in zo'n omstandigheden gaat shotten? Nee, dat was echt verschrikkelijk. Security in Heel en zo. Allee. Die hebben geen voetbalcultuur daar, hè, dus daar komt ook bijna geen volle kijken naar de wedstrijden. Maar wat ik wel denk is, dit is gewoon perfect doorgesproken tussen Santos en Ronaldo. Toch? Dat hij nu op de bank zit. En dat hij dus ook op de bank zal blijven zitten de komende wedstrijden. Omdat... Zag het er wel niet uit. Nee. Denk je dat niet? Ik denk dat die dat hebben doorgenomen. Ja, rustig op in een hotelkamer. Kijk, Cristiano, Fernando, hoe gaan we dat hier oplossen? Er is Ronaldo is behaagziek. Dus die wil vooral dat mensen aan zijn voeten liggen. En ik heb gelezen in, ik weet niet meer welke gazet, de grootste Portugese krant, Abola, denk ik, had een enquête gepubliceerd waaruit blijkt dat een meerderheid van voetballiefhebbers te Portugal hem ook liever op de bank zagen. Dat is volgens mij nieuw voor die mens. Dus misschien heeft dat hem ertoe aangezet om aan zijn coach te zetten. Weet je waar, misschien is het wel het moment om... maar jullie denken dus dat het nu net voor deze match besproken is en niet voor het WK al? Voor het WK al, denk ik wel. Voor het WK. Een goede bondscoach doet dat voor het WK. Maar in de groepsfase is hem toch drie keer gestart, of niet? Ja, maar dat net part of the deal was? Ja. Ah, dat kan, ja. Die drie groepsfases, als je mocht sowieso beginnen en normaal gezien komen die in de problemen. En als dat kan. Ja, dat is een andere rol. Je praat ook over Manchester United, maar als je op de bank zit en je ploeg verliest of speelt niet goed, dan ga je klagen. Maar als je natuurlijk 6-1 voor staat en je moet er dan in komen, wat kan je dan gaan zeggen? Dan zeg je, hey, goed gedaan, coach. Ja, hij vertrekt op een gegeven moment uit buiten speelt, maar schiet hem wel redelijk goed binnen. Ja, naar links. En hij weet het zelf meteen, hè? Maar dat is om te laten zien van, ik kan het nog wel. Ja, goed, Wat is wat jij zegt, hij is een pinch hitter, hè? Ja, wel. Ja. Dat is hij, hè? Ja, ja. Ja, maar dan is het toch zonde, want dat kan het toch nog... niveau doen. Ja, oké, maar ja. Je wil hem ook niet bij laagvliegers zien spelen, voilà, toch? Waar moet hij naartoe? Naar Wolverhampton of zoiets? Allee, of naar Lyon? Naar waar gaat hij sturen? Zeg eens waar dat je Cristiano... Nee, Anderlecht is geen optie. Nee. Atletico is ook geen optie, omdat die haten Cristiano. Misschien toch terug naar de home base, hè? Ik zeg niet Madeira, maar misschien naar Sporting Lissabon. Ah, dat had ik nog wel heel mooi gevonden. Ja. Dat was mooi geweest. Ja. Maar daar heeft hij geen ging leven. Hem ook weer in de weg staan van een talent. Daar heeft hij geen leven, denk ik. Nee, daar heeft hij verschrikkelijk geen leven. Nee. Maar ja, die heeft dat toch nergens nog. Nee. Waar dat komt. In de woestijn. Goed, Gilles. Is de Mol eigenlijk met reclame? Ja. Voilà. Bij Mid Mondial is dat ook zo. Je bent de eerste penalty ooit dat je mist dan. La la la. Adios, amigos. Echt slecht gekiept. Dat is een penalty. Allee, ja, maar die zat al in de look. Ja, die was echt al wel ruim op tijd weg. Vond echt slecht gekiept. Ja. Niet goed. Kon beter. Niet zwak getrapt, à la Japan. Gisteren, daar moeten we eerlijk in zijn. Hè. Ja. Japan was slecht, maar Spanje was misschien nog slechter. Ja, maar dit was van de trappers en van de keeper, Unai Simon, echt een verschrikkelijke reeks. Ja. Verschrikkelijk. Dennis, jij bent die match gaan kijken op 500 meter van je thuis. Ja.
Dat is wel eens tof. Een reportage kunnen beginnen draaien door gewoon de deur te openen. Dat is ook een eerste keer. De Rode Duivels die liggen eruit, dus ik heb een nieuwe ploeg nodig om voor te supporteren. En normaal zou ik altijd voor Nederland kiezen, want mijn moeder is een Nederlandse. Maar ik ben grote fan en voorstander van Support Your Locals. En ik woon in Borgerhout, dus is er maar één optie. Hè? Let's go Marokko. Come on. Ja, maar je hebt toch sowieso stress. Met de Rode Duivels, ik ben niet te genieten, hè, man. Ik ga heel eerlijk zijn. Kom. Daar had ik meer stress dan deze keer. Voor de match tegen de Belgen? Tegen de Belgen. Oh, oh. Dus, adopteer Marokko als mijn ploeg. Wat moet ik weten? Wat moet ik doen? Je moet gewoon losgaan. Je moet ervan genieten. Er zijn trommels hier. Dat is standaard. Niet iedereen kan hierop kloppen, maar er zijn mensen die daar heel goed in zijn. Bij elke doelpunt springen en hevig vieren. Voilà. Het finale is klaar. Hey, eerste keer ooit voor Marokko. Dat is toch fantastisch? Ik vind het straf dat hij hier al terug is in plaats van nog te zitten vieren kinderen. Ja, professioneel. Ik ben meteen na de match ben ik naar hier vertrokken, maar het was wel feest daar. En dus ik heb Marokko nu officieel geadopteerd als mijn ploeg waar ik voor moet supporteren je voor de rest Marokko van het WK. Dat dan en vinden die dat tof. En kijk, de mannen in mijn buurt vonden dat tof. Dus dat is al iets. Cool. Heel goed. Evert, jij moet trouwens voor de tweede keer dit toernooi een nieuwe favoriete ploeg kiezen. Ah, maar ik vind ook, Dennis vergeet een goed verhaal te vertellen. Hij vertelt tegen mij dat ze vroegen van welke zender ben je. En dat je zei Play 4, dat kennen we niet. En dat hij zei, Mit. En dat iedereen Mit kende. Oh, dat vond ik tof. Kijk, Mit is gekend. Maar dus ja, België ligt eruit. Mijn tweede ploeg, Spanje, ligt eruit. Dus ik ga nu vol voor Messi. Alle ballen op Messi. Zo voorspelbaar, Evert. Ja. Zo voorspelbaar. Ja. Kom op, kom aan. Kom op. Nee, goed. Marokko is door. Ze hadden penalties nodig, maar ik vond het wel verdiend. Cool. Ja, cool. Echt cool en verdiend. Ik vind dat ook. Meer door de onmacht van Spanje, vind ik. Want Marokko doet het of deed het met de wapens die ze hebben en die zijn minder talrijk. Maar die overgave die je ziet bij die gasten, daar ben ik dus jaloers op. Hè. Dus dat is het, alle mogelijke messen tussen alle mogelijke tanden en over mijn lijken. Echt, jammer, dat hebben wij gemist. Dat hebben wij gemist. En Gilles zei dat ook, ze hebben maar één tegengoal gekregen. Ja. Ja, die serie is ondertussen al een beetje te lang om echt toeval te kunnen zijn. Ze krijgen ook gewoon heel weinig kansen tegen Marokko. Dus ze creëren ook wel heel weinig zelf natuurlijk. Maar als je... Ja, maar ik had zelfs het gevoel dat als er één ploeg verdiende te scoren in de reguliere speeltijd, dat zelfs misschien nog maar. Er hebben een dot van een kans daar diep in de toegevoegde tijd al, of in de extra tijd, dat weet ik zelfs al niet meer. Ja, denk het wel. Ja. De vraag is dan altijd, wat is balbezit waard? Je kan een wedstrijd domineren. Spanje zal zeggen, wij hebben gedomineerd en het is... Maar ze hebben niets afgedwongen. En dat is toch, dat moet je jezelf toch verwijten. Dus Spanje gaat zeker zeggen, wij waren de betere ploeg. Ja, Busquets heeft dat gezegd. Busquets zei, we verdienden het. Ik denk wel niet dat media en analisten daar zo gaan zeggen van, we waren de betere ploeg. Ik denk dat ze dit ondertussen ook wel een beetje het failliet van hun eigen succes vinden. Hè, waarmee dat ze van 2008 tot en met 2012 hebben gedomineerd. Alleen was de uitvoering wel veel beter. Ja, absoluut. Absoluut. Is het. Want veel het is nu veel beter. Te passief. Destijds, die ploeg, dat was met Xavi, dat was met Alonso, dat was met Iniesta. Dat was vooraan ook Pedro Villa. Maar dat waren wel gasten. Dat was niet gewoon het balbezit om het balbezit. En dat is nu veel te veel een probleem. Nee, dat is waar. Want ik vond het soms een beetje elf wit zelfs, hè. Vandaag. En maar wij zijn het, hè? Eindeloos met lang. Passingspercentage. Ja. En als je dan vergelijkt met die Gonzalo, hoe heet hem, van Portugal? Ramos. Die daar gewoon, die krijgt een bal, roefel, goal. Maar dat is zo. Ja, maar dat is wel een verschil tussen die splijtendheid, dat is een mentaliteit, hè? En Spanje heeft ook gewoon al
nog maar 3 matchen gewonnen sinds ze wereldkampioen zijn geworden. Ja. Het is niet alleen dit jaar dat het niet fantastisch tegen is. Tegen Costa Rika, Australië en Iran. Ja. Dus dat zegt op een WK. Ook, op een WK, hè. Okay. Op een WK. Australië, Costa Rika en Iran. Ik wil dat nog eens zeggen, want zeer indrukwekkend. Ja, wel, maar dat maakt het nog zo zeg erg. Het nog wat ik nog wou zeggen, als kind vroeger, als je niet kon slapen, dan moest je schaapjes tellen. Maar het lijkt alsof die Spanjaarden zichzelf op het veld ook in slaap aan het wiegen zijn. Die zijn schaapjes aan het tellen, met al die passes te geven aan elkaar. En op den duur weten die precies niet goed niet meer waarom ze op een voetbalveld staan. Die zijn vergeten van, hey, wij moeten ook af en toe eens een goal maken. Ja, die zijn dat helemaal vergeten, die tikken zichzelf in slaap. Het is gewoon het paspercentage, hè. Ja. No one ja, cares. Die, hè. En dat moet dan, boven de 90. Ja, fuck off. Ja. Dat mag onder de 70 zijn. Ja. Het interesseert me niet. Dan probeer het. Kijk wat Van Gaal deed tegen Amerika. Die zei de eerste helft van, jongens, hè, pak jullie de bal, wij zullen de goals maken en doei tot loei. Ja, maar ik word er gek van. Ik word er gek van. Want ik was een grote fan van dat goede Spanje. Ze hadden gemiddeld 100 passes nodig om in de 16 te geraken. 100 voor één pas in de 16. Ja. Dat is belachelijk. Maar hè? Dus in 2010 zag je dan filmpjes van die 100 passen die dan wel resulteren in een goal. En nu is dat gewoon in een of andere halve actie van Morata met een beetje chance. Ah, wel, ik had ook het gevoel in deze match, ze missen een echte spits. Ja. Dat ze zo kunnen spelen. Ja, maar dat systeem leent zich ook niet tot de... Allez, zet zelfs een Mbappé daar in de punt en dan nog gaat hij... Ze trappen zelfs hun voorzetten en hun corners niet richting dan die grote pinch-hitter-spits die er zou moeten zijn. Ze voetballen zo totaal niet. Het is niet als ze een grote spits erop zetten, zoals Morata of zo. Of zelfs nog een betere, dan gaan die niet ineens anders voetballen. Ze zetten daar gewoon één iemand anders, maar hun voetbal blijft wel hetzelfde. En is de conclusie dan niet dat ze niet goed genoeg zijn om zo te voetballen? Hetgeen wat ze nu proberen, voeren ze inderdaad niet zo goed uit zoals ze destijds deden en waarmee dat ze wereldkampioen geworden. En de basisopstelling... Vooral van België een beetje ook, hè. Ja, als ik ja absoluut. Heb, dat is het, hè. Je voert niet meer goed uit waarmee dat je een aantal jaar geleden wereld mee het veroverd. En dezelfde discussie zal in Spanje nu beginnen. Het selectiebeleid van Luis Enrique. Ik zei hier, en ja, daar moet ik nu op terugkomen, was zeer... Allee, gedurfd, hij volgde zijn eigen redenering en hij wilde een kern creëren die volledig het spel kon spelen dat hij wou. Maar wat je dus nu ziet, is dat het eigenlijk allemaal eenheidsworst is geworden. Net daarom. Hij is te gefixeerd op dat ene doel, op datgene dat hij heel graag wil. Maar dat is maar één ding in het voetbal en dat is dat balbezit. Heel die selectie is daarop gebouwd en ze kunnen dus niks anders brengen. Ik denk, vandaag stonden er in de beginopstelling 7 middenvelders. 6. Ja, hij had Llorente ook nog op rechtsbak gezet, wat ook een middenvelder is. Hij zit al met Rodri centraal achterin, ook een middenvelder. Vooraan heeft hij er ook nog. Maar ik vind het wel een interessante discussie, want je zou kunnen zeggen, is dan ook het tijdperk Guardiola stilletjes aan... Ja, maar nee, want als je die bij City ziet voetballen, dat is echt niet het balbezit dan het balbezit. Nee. Nee. Hij heeft ook Haaland bijgestopt. Voilà. Hij zegt, te doen. Hij is wel als er daar een bal vooruit kan ingespeeld... Hij wil wel de bal, hè? Ja, tuurlijk, maar daar is niks mis mee. Nee, hij wil de bal, maar hij wil ook wel, zodra City de bal heeft, zo snel mogelijk iets creëren. En dan begint dat er allemaal te lopen, diepgang. Dat is wel anders dan dit Spanje. En ik had destijds bij dat succesvol Spanje ook het gevoel, dat waren ook dikwijls... Dat was veel mooier, maar dat was dikwijls ook saai. Maar je had wel altijd het idee van, oké, ze biedt lopen die er wel ene keer door. En dat heb ik nu wel, niet ook wat dat, maar ook wat trouwens verdedigd is, want dat benadrukken we misschien wel niet genoeg. Ja, dat is wel... Dat is effectief uw leven op het leven op veld laten. Ja. Dat is, Dus daarom vind ik het echt cool en verdiend voor Marokko. We moeten het misschien hebben over Amrabat gewoon. Ja. 3 jaar geleden bij Club Brugge en nu alleen wereldpartij tegen een supersterk middenveld. Ja, niet alleen wereldpartij, die speelt al een heel toernooi echt wel goed. Maar ik vind ook wel, Evert zei er straks, die speelt ook wel een klein beetje in de zetel op dat Marokkaans middenveld. En ik vergeleek het een beetje met een soort libero, maar dan voor uw defensie. En let op, je moet het nog altijd wel op die manier uitvoeren, hè? Daar niet van. Hè? Maar als je veel inzicht hebt, de kwaliteiten gewoon dat Amrabat heeft, veel inzicht, veel duelkracht, want die gaat elk duel aan met het idee van ik wil die bal wel afpakken, niet zo wat alibi er naartoe lopen en zeggen van ja, ik ben hier wel in de buurt. Nee. Hij beschermt geen ruimtes, nee. Hij gaat los op de bal. Ja, die pakt die bal af en die voert dat wel heel goed uit, maar ik denk wel dat die positie hem op het lijf geschreven. Maar dat is toch een man die eigenlijk een passant is geweest bij Club Brugge en van wie weinigen nog wisten dat hij bij een club had gespeeld. Die dan nu op de mat tovert. Wat is het volgende? Dat Amala de gouden bal wil? Ik vind dat verschil is toch immens? Dat is toch ongelooflijk? Pas op wat je zegt. Gilles, je hebt ooit eens de gouden krok laten vallen. Dat is nu een instituut geworden. Terecht ook, godverdekken. Als jij zegt Amala de gouden bal, het kan allemaal. De voetbalwereld is gek aan het worden. Want Marokko nu tegen Portugal,
Ze gaan exact hetzelfde trucje proberen bovenhalen. Dat is de enige manier dat ze kunnen winnen. Ja. Laat ons wel wezen, ik ben blij dat er een verrassende ploeg nog in de kwartfinale zit. Want daar had ik vanmorgen nog een beetje angst voor. Het waren tot dan toe alle logische ploegen die zich kwalificeerden. Dat heb je nu maar dat gelukkig zou vanaf één nu keer dan ook niet al gedaan zijn. Nu had ze dan wel allemaal topaffiches. Ja, maar topaffiches daar niet van. Maar gewoon dat je nooit eens een echte verrassing had. Ik vond Japan heel spijtig, want die gunde ik het echt. En die hadden ook echt gecharmeerd. De USA hadden ook gecharmeerd. Dus daar vond ik het allemaal jammer van, dat er niet zo één... Ja, de revelatie wordt het dan genoemd. Dat is nu definitief Marokko. Absoluut. Maar ik ben toch blij dat ze er nog bij zijn. En de vreugde bij die mannen is ook fantastisch. Ja, als je die commentatoren in Qatar zag, dat is waanzinnig hoe dat daar beleefd wordt. Zie je Peter van den Bent of Filip Joos dat zo doen? Het is wel echt geschiedenis, hè? Ja. Het is het derde Afrikaanse land. Het derde Afrikaanse land dat zo ver geraakt, hè, na Zuid-Korea en Ghana. Ja. Zuid-Korea is Azië. Ah, sorry. Zuid-Afrika? Nee, dat denk ik ook niet. Dus het is Cameroen, 1990. Ah, ja, voilà, tuurlijk. Ja, 1990. Het vierde. Dat is wel goed gebruikt. Goed gebruikt Cameroen, zoals iedereen weet. Dus, maar wel voetbalencyclopedie. De bondscoach van Marokko, de eerste Afrikaanse bondscoach in de kwartfinale. Dat is toch nooit gebeurd? Ja, het is wel een geboren Parijzenaar. Hij is van de suburbs van Parijs. En hij heeft wel die grinta. Hij heeft moeten vechten in het leven om er te geraken. En hij straalt dat ook uit in het voetbal dat hij brengt. En hij brengt dat over op die jongens. Go all the way. Hij was vroeger ook een verdediger. Dus vandaar. En nog een mooi moment. In de kleedkamer hebben ze ook een Nouri geëerd. De jongen die is nog niet overleden, heeft een hersenbloeding gehad. Hij leeft als een plant. Bij Ajax. En inderdaad leeft hij jammer genoeg als een plant. Maar heel mooi dat ze die, er even bij betrekken bij de vieringen. Absoluut. Opvallend ook wel. Luis Enrique zou maar 3 penaltynemers hebben aangeduid. Dat is toch ook weer raar. Dat verhaal, dat moeten we toch eens uitspitten. Dus... Wel, doe jij dat, Evert? Hello, Luis. Ja, maar voilà. Heb je dat nu ooit al gehoord? Dat een coach naar een penaltyreeks gaat, er 3 aanwijst en dan tegen zijn kapitein Busquets zegt: jij mag de andere 2 beslissen. Bullshit. Omdat de kapitein beter heeft gezien hoe ze hebben gepresteerd op het veld. Ik vind het heel raar. Het is ook raar dat hij een gebrek aan leiderschap op moment. En hij blijft op die bank zitten en heeft de reeks gevolgd op de grote schermen. Hè. Die keek niet naar de goal, die keek naar de grote schermen. En laat ons eerlijk zijn, de 3 dat hij dan gekozen had, die dat de eerste 3 zetten, dat was misschien ook niet de beste keuze. Sarabia zet hem er eigenlijk op. Ja, maar kunnen we daar inderdaad nemen? Ook mee... Allee, er zijn nu toch wel al genoeg precedenten geweest in de zeer recente geschiedenis. Breng geen speler in de laatste 2 minuten op het veld. Philip Kroos, jij waart het, die heeft gezegd: ah, maar wacht eens, want die heeft in zijn carrière 16 penalties genomen. Ik zei ook wel, ik zou het niet doen. En zeg jij ook, het is toch een loterij? Nee. Oh, dat zijn zware beschuldigingen. Nee. Want ik vind zelf, Luis Enrique nu, wat er bij die penalty-serie gebeurt, dat is... Ik snap dat echt niet. Ik snap het ook niet. Want hij had dan wel gezegd van... ik denk, tegen elke international had hem op voorhand gezegd van... Ja, mannen, je moet bij je clubs elk moment moeten ervoor zorgen op training dat je wat penalties trapt. Je moet zeker 1000 penalties getrapt hebben. Ja. Ik denk niet dat de mannen dat gedaan hebben, of toch niet op de... Daar zorg je die 30 meter of 40 meter tussen middenstip en penaltystip voor. Je gaat dood. En als je begint te twijfelen, is... Het is prachtig. Er 5000 hebben getrapt. Maar ik vind dat... Allee, er zijn echt studies over van... je moet dit doen, je moet dat doen. Of dit heeft meer succes dan dat. Je moet hem dan snap ik niet. Nee. Maar dan snap ik niet dat je... Voor een WK, waar het wel hiervan kan afhangen... Ja, dat je dat blijkbaar gewoon denkt, niet belangrijk. En we doen het wel op mijn manier, want al die dingen... Na 120 minuten, Filip, wij weten dat niet. Wat zitten wij hier in onze zetel weer? Nee... Dan weten wij toch niet hoe dat je voelt. Ik snap dat die falen. Ik vind dat mooi dat die falen. Ja. Messi die mist ook al eens een penalty. Hè? Heel veel dat gebeurde. En vaak zelfs. Ja. En wel, ik vind dat, zelfs een Mbappé gaat er waarschijnlijk wel eens een missen. Tegen de Zwitsers. Klopt. Dus stop met daar wetenschap of dingen. Dat is gewoon, zit er nog in vorm? Ja, heb de chance? Ja, ja. Ik geloof dat niet. Gaat het misschien lukken? Nee? Nee. Het is het derde toernooi dat ze eruit gaan met penalties. Ja. Dat is toch veel. En ze hebben er 4 moeten trappen in de geschiedenis van de WK's en ze hebben daarvan 3 verloren.
Dat was natuurlijk ook niet allemaal met dezelfde spelers, met dezelfde bondscoach en zo. Nee, dat ja. Nee, oké. Maar ik had u wel op een briefje kunnen geven dat Sergio Busquets er genen moet nemen. Hè? Die mens komt nog niet over de middenlijn. Die was wel goed bezig. Laat staan dat die... Maar die heeft geen Busquets vaste trap. Heeft, sorry, maar zijn aanloop duurde langer dan mijn rit van Antwerpen naar Brussel. Je trapt nooit naar de goal. Nou, weet je dat het niet goed komt. Spanje ligt eruit. Wij moeten er ook even uit. Dag, Karel. Hey, Sam. Alles goed? Zeker, bij mij heel goed. Zit jij nog in Qatar? Want dat lijkt super kerstsfeer daar achter u. Ik weet het, maar ik sta op de Pearl. Ken je dat? Dat is dat kunstmatig eiland dat ze hier hebben aangelegd. Ah. Ik heb vandaag geprobeerd om mijn activiteiten een beetje aan te passen aan de wedstrijden van vandaag. En ik dacht, Portugal, Cristiano Ronaldo, pareltje in zijn oor. Ik ga naar de Pearl. Maar er is hier wel een klein beetje animo. Allee, hierachter is een soort pleintje waar ze voetbal kijken. Mensen kijken hier op terrasjes. En je ziet hier zo van die chique auto's. Zo echt dat het idee dat je had bij Qatar. Ik heb ook juist iets heel leuks gezien. Een bierfiets. Alleen is dat hier niet met bier, maar met van die shisha-pijpen. Echt waar. Nee. Jawel. Een shisha-fiets. Hij stond wel stil, maar ja. En wat heb je voor een andere match gedaan dan? Ja, ik dacht Marokko, Spanje, Marokko, veel woestijn, bergen, heuvel. Dus ik ga met een buggy door de woestijn rijden. Nee. Dus ik had gekozen voor de Sunset Tour. Nu, ik had helaas een beetje vertraging, dus na een paar minuten was het meer de Upcoming Moon Tour. Ik ben een beetje in de donkere door de woestijn gereden met een buggy. Nu, ik moet wel zeggen, aan de ene kant prachtige vergezichten, maar af en toe, als je naar de andere kant kijkt, dan had je zicht op een olieraffinaderij. Ja, het is Qatar natuurlijk. Dus eigenlijk, Karel, vandaag was je minst productieve dag, hè? Mogen we dat zeggen? Kijk, Sam, ik ben een reporter die de Belgen volgt en de Belgen liggen eruit, dus ja, ik moet die dingen verzinnen, hè. En zo'n jeeptocht en de Pearl, dat waren de laatste twee dingen die ik volgens TripAdvisor nog zeker moest doen in Qatar. Je hebt Qatar uitgespeeld. Ik heb heel Qatar gezien nu, zeker weten. Maar zijn je dan nu terug eigenlijk? Ja, ik kom morgen vroeg kom ik terug aan in België, ja. Want we zoeken wel nog iemand voor morgen. Kom er niet langs gewoon. Ah, wel ja. Met veel plezier. Mijn vrouw en mijn kinderen die zie ik uiteindelijk nog de rest van mijn leven. Hè. Dus ik kom af. Dat is goed. Tot morgen, hè. Oké, tot morgen in de studio, Sam. Yo. Groeten. Weer een fantastische bijdrage toch van Karel. Absoluut. En de laatste was niet afgesproken. Nee. Kijk al uit naar morgen. Hij heeft ook een foto doorgestuurd van op de luchthaven trouwens. Op dit moment. Hij wordt omringd door allemaal supporters van winnende ploegen. En hij vindt het zelf niet zo tof. Dat is duidelijk. Doet er mij aan denken dat onze twee poelengenoten alle twee in de kwartfinale zitten. De enigste poelen met twee kwartfinalisten. Groep des doods. Hè? Ja. Ja, de echte groep des doods, zoals die genoemd werd voor het toernooi, dat is de enige groep die al volledig is uitgeschakeld. Ja. Spanje, Duitsland en Costa Rica, Japan. Ja. We moeten naar Napoleon Sports, want zoals iedere dinsdag en zaterdag geeft Napoleon Sports ons de kans om geld te winnen voor ons goed doel. Eben speelt voor Stop Darmkanker, ik speel voor Pleegzorg Vlaanderen. De vorige keer was geen succes. Ik denk dat we er 0 euro hebben aan toegevoegd. Ja. Hoe hebben we het nu gedaan? Jullie hebben zich herpakt. Kom aan. Ja, Sam is wel nog altijd aan het winnen. Ik weet niet of dat met winnen en verliezen is, want ik denk dat er alleen maar winnaars zijn hier. Maar Sam heeft dus al 1100 euro binnengehaald voor Pleegzorg Vlaanderen en Evert 1000 voor Stichting Darmkanker. Jullie hebben ook gewet op de volgende matchen. Dat klopt. Even overlopen misschien? Ja. Ja. Kroatië-Brazilië zeggen jullie allebei Brazilië. Nederland-Argentinië, daar zegt Sam verlengingen en... Natuurlijk zegt Evert Messi. Marokko-Portugal zegt Sam ook verlengingen. En Evert zegt Cristiano Ronaldo, ook logisch. Engeland-Frankrijk gokt Sam op de Fransen. En Evert zegt verlengingen. Voilà. Mooi. Mooi. Spannend. Ja. Goed, je zit daar weer mooi naast ons All-Star-team. Ja. Misschien is het ook tijd om dat er even bij te halen. Ja. Kennen jullie het principe? Filip, jij al wel? Ja, ik ken het zeker. Ja. 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 Ik zal nog eens overlopen, zoals altijd. Ik moet trouwens even zeggen, na de kritiek die jij gisteren had op de Stift, heb ik je nu uitgelegd hoe die Stift werkt. Wereld van verschil, hè? Ja, eerst blijven induwen. We gaan niet uitleggen dat je dat uitgelegd hebt. Het was heel vies. Het was heel vies, maar kijk. Dat was een seksreferentie. Ja, dat is meerdere. Onze keeper is toch altijd Noppert. In de defensie Sandro, Ake, Gvardiol, Hakimi. Het middenveld Bellingham, Pedri, Mbappé en Vinicius zijn de flanken. En Messi staat achter Richarlison in de aanval. Gilles, aangezien jij hier voor de eerste keer zit, mag je als eerste iemand eruit halen? Het is na vandaag, omdat ik het denk ik een hele sympathieke vind, Bono of Bonu van Marokko in doel, ten nadele van onze Noordervriend Noppert.
Ik vind dat een heel plezante keeper om naar te kijken. Hij haalt er ook een penalty goed uit. Of twee, ik weet het al niet meer. Ja. En alleszins heeft zo'n soort rubberen manier, nog meer dan andere keepers, om de aanvaller op het verkeerde been te zetten. En dat heeft geloond. Dus ik vind dat hij het verdient. En Marokko moet gewoon een vertegenwoordiger hebben als vertegenwoordiger, als revelatie. Okay. Mooie naam ook. Heel mooi. Philip. Is het Bono of Bono? Wat Bono. 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 Okay. Dat zeiden ze allemaal daar. Bono is een artiestennaam. Ja. Dit is echt gebeurd. Wel, ik was eigenlijk van plan om heel de bazaar eens gewoon te laten staan. Oh, wow. Wat gebeurt hier, jongens? Ik was van plan, ik dacht nog van Amrabat, Rin en Pedri eruit, maar... Dat is letterlijk wat er vandaag gebeurd is, hè? Ja, ja. Oh, maar dat doet toch zeer om dat... Ja, langs de andere kant... wel, doe dat maar. Pedri eruit? Oh, ja, doe dat maar. Oké, okay, Noppert eruit dus en Pedri. Staan er drie Marokkanen ineens in, hè? In de... Hakimi staat er ook al in. Ja, Hakimi staat er ook al in. Hakimi staat ook wel terecht. Al is het alleen maar gezonde penalty durft erop. Ja. Hoe op uw stift u, hè, Dennis? Vanzelf nu. Als Sam ermee bezig is, dan vloeit het. Ik heb nu pas ontdekt ook dat Jude Bellingham en Patrick Vervoort de rugnummer delen. Door dat shirt dat achter Gil hangt. En Shadli in Rusland. Was dat ook 22? Ja, ja, ja. Voilà, kijk. We leren nog bij. Voilà. Morgen is de eerste rustdag. Ja. En dat had ook voor ons een rustdag kunnen zijn, Evert Winkelmans. En ook voor Karel Dirkses had dat een rustdag kunnen zijn. Ja, maar helaas. Kijk, wij moeten onze kijkcijfers volhouden. Wij zijn nu zo'n groot succes. Nog opkrikken. Iedereen is zo enthousiast. Wij moeten gewoon doorgaan, toch? Maar wat gaan wij doen? Ja, daar heb ik nog niet over nagedacht, Sam. Allee. Dat is morgen, hè? We gaan zoeken naar een bondscoach. Vind ik een heel goed idee. Ja, dat vind ik ook een goed idee. Ik heb er een gevonden. Dan is het idee niet goed, hè? Want dan hebben we... Nee, ik heb er eigenlijk geen gevonden. Het is iemand die zichzelf heeft aangeboden om de job op zich te nemen. Hello everyone. Hier is coach Pieter de Jong. Alias de champ. En de champ heeft important nieuws. Yes, Belgium, nationaal team, niet een nieuw coach. Een coach, dat kan building een nieuw team. We hebben young players. There are a lot of good players. There are a lot of good players in Belgium. Belgium is great. Ja? En Belgium, national team, niet een real champ. Yes, you heard it good. Nee, niet een real champ. And this champ is willing to come back to Europe only for Belgium national team. And together, champ and Belgium national team, ja, we make Belgium great again. Yes, great again. You heard it good. Ik zei dat gewoon doen, jongens. Contract voor 4 jaar. Waarom is de champ? Geen idee. Het enige wat hij ooit gewonnen heeft, is de beker in Zimbabwe. Ik zie het met heel veel vragen naar de Ik zou met een vertrouwenspersoon willen spreken, want... Wauw. Het is voor mij eerder die Roemeen waar Bob Peters al zo lang naar ligt te zoeken, want ik heb daar niks van begrepen van wat die mens heeft gezegd. Niks. Het is een cultfiguur. Wie zou jij zien zitten als bondscoach? Ik ben Van Gaal. Als er ook maar een 0,5% kans is, moet je altijd voor Van Gaal gaan. Als het sportief niks oplevert, heb je op zijn minst al spektakel. Jij bent een Van Gaal fan. Ja, ik denk wel, met deze mens zouden we ook wel spektakel hebben. Kan die niet assisteren? Ja. Blijkbaar, ik las in een Hollandse gazette, dus, of op de NOS, ik weet het al niet meer, dat er mogelijkheden zouden zijn dat hij daar niet afkerig van zou zijn. Ja, dan moet je niet twijfelen, want een grotere naam gaat dat niet kunnen pakken. Dus als je een grote naam wilt, dan moet je altijd voor Louis gaan. Hè. Want nu dit oranje. Ik zou het wel zien zitten dat ze wereldkampioen worden, maar wel alleen maar voor hem. Ja. Dat hij dan daarin geslaagd is met die ploeg. Maar hij is 8 jaar geleden in Brazilië derde geworden met een ploeg die niet beter was dan de huidige, nu nog generatie Rode Duivels. Dat is maar wat het is, maar het zegt wel iets. Hè. Ja, ook tegen Amerika, het klopte weer van A tot Z hè, wat hij daar tegen. Wat hij voorspelt. Ja, en wat hij ook nog eens voorspelt. Dus dan moet ook nog eens de ballen hebben om dat te doen. Plus, die danst daarna het hotel binnen. Ik ben er jaloers op. Echt waar, ik ben er echt jaloers. En plus, al die zijn spelers zien die mens graag. Hè. Als je zo Noah Lang van de bus ziet stappen en die danst daarmee, de Polonaise. Alleen Noah Lang, we kennen die toch van bij Club Brugge. Als die hier op de bank zit, dat lijkt me niet de plezantste mens om op de bank te hebben. En die stapt ermee van die bus en die is aan het lachen. Misschien het idee dat Van Gaal er tegen gezegd heeft van Noah, uw moment komt misschien nog wel en blijft gewoon... Maar ja, dat is wel een kwaliteit als je een trainer hebt, denk ik. Jullie weten na het toernooi waar jullie moeten zijn om hem te overtuigen. Hè? In Knokke. De dijk van Knokke. Ja.
Ja. Jullie zijn duidelijk de voorzitters van de fanclub, dus ik zou zeggen... Ik wil mijn mid-mid een actie doen, met al onze volgers en al zo'n dingen. We pakken lichtroze en lichtblauwe trui, we draperen die over onze schouders en we zijn aan knokken. We doen dat ze met onze heel in stand zo. Ben mee. Dat hem de gordijnen open dat ziet. Kom. Ik heb nog wel ergens... Kom, Louis, misschien heb ik het nog... Ik heb nog wel ergens docsites liggen van mijn communi. Dat kan ik toch ook zo mee doorknokken. Absoluut. En Fredje van der Biest heeft daar een strandbar, een beach bar, waar dat we Louis dat kunnen ontvangen. Goed, ja. Dat klinkt... Wat heeft dat Louis daar rondloopt of niet? We gaan. We gaan gewoon. We moeten afronden. Jammer. Ben je gefluisterd. Ik vond het ook heel jammer. Maar Gilles, kijk, kom nog eens terug. Heel graag. Volgende week dinsdag voor de... Dan moest je nog niet verklappen. Maar dat mag. Ah ja, sorry. En de naam van de mol is... Filip, jij wilt niet meer terugkomen, hè? Jawel. Maar ik ga volgende week skiën, Sam. Allee, nee, ik ga mee op skireis. Oké, okay. Wordt moeilijk. Dat is juister. Aan de kijkers en luisteraars, tot morgen. Bye. Filip, welkom op mijn zolder. Ik vraag het aan iedereen, wat vind je ervan? Coole zolder, Evert. Hier zou ik echt uren kunnen zitten, echt waar. Wat was uw allereerste positie op het veld toen je begon met voetballen? Een keeper. Ik heb wel, denk ik, een fantastisch item voor u. Misschien wel een van de graafste die we dit toernooi hier hebben. Ben ik zeer benieuwd. Ja, gaat het over keepers? Evert, oh, kijk eens aan. De handschoenen van Jean-Marie himself. Ja, het zijn de matchworn handschoenen van het WK 1986 van Jean-Marie Pfaff. Dit is echt oldschool, hè? Er is ons gezegd, als je ze nu eruit zou halen en zou aandoen, dat ze zouden verbrokkelen. Het lijken ook wel een beetje handschoenen die daar zo gebetoneerd waren, precies. Daarom dat er misschien geen bal doorkwam bij Jean-Marie. Een opvallend verhaal dat we proberen te achterhalen is, we hebben alle foto's en beelden van 1986 teruggekeken. We hebben deze handschoenen niet gevonden. Oei. Ja. Niet gevonden? Niet gevonden. Jean-Marie heeft ze gedoneerd, maar ja, Jean-Marie heeft misschien wel meerdere paar handschoenen van 1986 gedoneerd. Ze dalen een klein beetje in waarde, eigenlijk. Hij heeft ook ooit handschoenen geveild voor Child Focus. En dat was hetzelfde probleem. Er waren ook handschoenen van 86, ook gecontroleerd, niet te vinden op de foto's en de beelden. Toen heeft hij gezegd, ja, mijn dochter heeft de verkeerde klaargelegd. Oh, Jean-Marie. Was hij toen de beste keeper van de wereld? Ja. Ja? Ja. Ja, die gast die pakte echt wel waanzinnig veel. En heel spectaculair ook vroeger toen. Hè. Ja, uiteindelijk ook een beetje van Clem Verbouwheden, vond ik zo in inzicht. Dat hij de speler wat uit van, ja, kom er dan gewoon in bal pakken. Ik denk dat hij een van de weinige spelers is waar je... De voornaam zegt en iedereen weet over wie het gaat. Er is eigenlijk maar één Jean-Marie. Ja, er zijn er nog wel een paar anderen eigenlijk waar ik aan denk nu. Maar de dekker. Ja. Dat was effectief de eerste waar ik ook aan dacht. Jean-Marie moet toch ook een van de eerste geweest zijn met zijn eigen handschoenen? Zo de naam erop, de Jean-Marie Pfaff Edition. De letter P. Wat staat daar nu nog op? Maas? Maas Brasseries. Ja, dat zal niet op zijn kraag kunnen hebben. Dus maar zal waarom zet je dat op je handschoenen? Krijg je dat ooit te zien? Ja, op foto's zo. Dan staat die zo. Ik durf ze bijna niet aanraken, maar ik moet wel voor het eindbeeld. Want ik zou willen zeggen aan de kijkers en luisteraars, tot morgen.